Goedendag, u kijkt naar het Weerjournaal van weerplaatsen.nl. Het was vandaag barmboos in sommige regio's, vooral in Brabant en Limburg regende het fors. Op sommige plaatsen was er zelfs sprake van wateroverlast. In het Noordwesten was het beter weer, daar scheen de zon vanmiddag geregeld. We zien dat hier ook in de bewegende radenbeelden. In het Noordwesten, Noord-Holland, westelijke Waddeneilanden viel amper een buitje en daar scheen dus de zon. Maar was het met 12 graden natuurlijk ook verre van zomers? In Brabant en Limburg was het het meest slechte weer, maar ook een paar hele forse buien hier boven de Veduwe. En ook daar viel lokaal op veel neerslag. Heeft natuurlijk allemaal te maken met lage drukgebieden. ligt een behoorlijk lage drukgebied in de buurt van Denemarken, nog een heel klein lage drukgebiedje in de buurt van Ierland. Samen zorgen ze voor de aanvoer van vochtige, onstabiele lucht. Daardoor zijn er veel wolken en kunnen er makkelijk buien ontstaan. Als we de bewegende beelden bekijken, dan zien we dat het lage drukgebied boven Denemarken geleidelijk wegtrekt. En heel belangrijk, dat de luchtdruk richting de Britse eilanden begint te stijgen. Net nog vanochtend op 1006 hectopascal boven Ierland. En woensdag om 1 uur 1026 hectopascal. Flink stijgende luchtdruk, dan moet het beter weer worden. Maar als we kijken boven Nederland, zien we nog steeds blauwe kleuren. We zijn dus niet zomaar van de buien af, maar het wordt wel beter weer. Dat zien we ook vanavond al. De meeste buien vallen in de zuidelijke helft van het land. In de noordelijke helft is het droger. Zijn er de opklaringen? De temperatuur ligt vanavond rond 9 graden. En daalt in de loop van de nacht tot lokaal 5 graden. Kan wat nevel of een mistbank ontstaan? Daar kan het verkeer morgenochtend nog even last van hebben. En in de zuidelijke helft van het land blijft het wisselvallig. Daar nog steeds een vannacht af en toe regen. En ook morgen overdag trekken de meeste wolken over Zeeland, Brabant en Limburg. Daar de grootste kans op regen. In het midden van het land heel misschien nog een buitje. En in het noorden verwacht ik eigenlijk gewoon droog weer. Zonnige periode en in de loop van de middag wordt het ook in het zuiden beter dan trekt die regen langzaam richting België weg. Geen hoge temperaturen, 14 à 15 graden, gaat of 17 is normaal voor deze tijd van het jaar. Wel beter weer morgen dus en die weersverbetering die zet door woensdag een afwisseling van zon en wolkenvelden, heel lokaal een buitje, kan uh, niet alleen in het noordoosten zijn, maar ook in de rest van het land. Maar het is echt een licht buitje, stelt weinig voor. Temperaturen 12 tot 14 graden, want er waait dan steeds een stevige noordwestenwind. Donderdag en vrijdag begint de wind naar het noorden tot noordoosten te draaien, neemt in kracht af en er komt meer ruimte voor de zon. Daardoor gaat de temperatuur omhoog. Donderdag 15 graden. Bij flink wat zon en weinig wind is dat al best aardig. En vrijdag kan het plaatselijk zelfs 18 graden worden. Dan doet het, het weer een beetje aan de lente denken. En hoe lang houden we dat dan? Nou, op deze regengrafiek voor de komende 15 dagen zien we duidelijk dat het dinsdag nog flink nat is. Woensdag heel lokaal nog. En daarna wordt het eigenlijk een grotendeels droog. En na het weekend neemt de kans op neerslag helaas weer toe. Voor de temperaturen zien we ook wat moois. Eerst nog lage temperaturen, maar zoals we vorige week ook al steeds aangaven, halverwege deze week zou het kwik omhoog gaan. Nou, en dat doet hij inderdaad. Komt in de buurt van de 20 graden na het weekend. Maar zoals we net al zagen, de kans op buien neemt dan wel weer toe. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl